Hallo en welkom bij deze videosessie in de serie Op naar 100. Mijn naam is Dennis Arends en we gaan het vandaag hebben over online onderwijs. Dat onderwerp stond ook al voor de coronacrisis een tijdje op de planning. En het was eigenlijk de bedoeling dat we daar een podcast van zouden maken, maar het leek ons gezien de huidige tijdsgeest wel leuk om daar een Skype-meeting van te maken. Dat doe ik niet alleen. Daarvoor zitten voor jullie klaar bovenin van links naar rechts Bjorn Egge en Valerie Tweehuizen. En onderin ziet u Imke Linse en Jasper Krommendijk, allemaal van harte welkom. Om maar eens even te beginnen, hoe is het met jullie? Ik hoorde net al dat Jasper op een campingstoeltje zat. Hoe is jullie thuiswerksituatie? Ja, op een campingstoeltje voor de wc-deur naast de modem, terwijl er een kans is dat een van de drie kinderen hier de deur open trekt. Maar goed, het is niet anders, dus we gaan het zo doen. Nee, hoe gaat het verder met het thuiswerken, met ook vrouwen en kinderen af en toe thuis? Ja, het dingen die gedaan moeten worden, onderwijs, tentamens maken, daar heb je een extensieve motivatie voor. Dus dat moet gewoon gebeuren. En nou ja, dat lukt dan ook wel, maar echt grondig tijd om goed na te denken en echt je onderzoek te doen, dat is dan wel wat lastiger. Ja, kan ik me voorstellen. Hoe is dat bij de rest, bijvoorbeeld bij jou, Bjorn? Nou, het gaat eigenlijk nog best wel goed. Ik heb gisteren zelfs digitale oefenrenkbankzittingen gedaan. Dus was inderdaad ook wel even wennen. Maar inderdaad, onderwijs loopt op zich door. En onderzoek, ja, het is wat Jasper zegt. Het is, je hebt niet, misschien niet per se de rust om echt aan je onderzoek te werken. Maar aan de andere kant, de woonkamer is omgebouwd door een home office. Dus komt helemaal niet. Hartstikke mooi. En onderaan, ik hoorde net van Valerie dat jij eigenlijk as we speak bezig bent met een werkgroep. Ja. Ja, gelukkig niet ikzelf, want het zou een beetje vervelend zijn dat ik dan nu hier ben. Maar inderdaad, ik moest even een werkgroep opstarten via Skype voor een andere docent. En ik doe dat meestal vanaf de bank, omdat hier mijn internetbereik het beste is. Ik heb ook een werkkamertje meer achterin, maar daar zit ik dan als ik niet echt veel hoef te praten via internet met mensen. Okay. Dus dat gaat prima eigenlijk. Oké, mooi. Ja, Imke zit mooi voor de boekenkast met de telefoon volgens mij. Dat gaat bij jou ook allemaal prima. Ja, hier gaat het heel goed inderdaad. Ik heb een fijne werkkamer en thuis het rijk alleen. Geen kinderen die mij storen. Dus ik heb het... het gaat heel goed, het thuiswerk eigenlijk, ja. Nou, goed om te horen. Ja, het is erg actueel nu, het online onderwijs. Maar jullie waren ook voor de coronacrisis waren jullie al veelvuldig bezig met het geven van online onderwijs in verschillende vormen. Om het daar even over te hebben, wat hebben jullie zoal ontwikkeld? Om misschien maar eens met Valerie te beginnen. Ik zat daar zo over na te denken. En dan zat ik te denken, ja, wat deden wij dan eigenlijk precies online? Volgens mij, kijk, nu heb ik echt voor het eerst dus hele werkgroepen online gegeven. En dat heb ik nooit eerder gedaan. We hadden natuurlijk wel dat we opnames van hoorcolleges online zetten of van werkgroepen. Maar ja, die waren dan niet speciaal gemaakt voor online onderwijs. We hadden wel ook kennisclipjes, dus dat waren wel filmpjes die speciaal voor online werden opgenomen. En we deden heel veel met Brightspace, dus dat je bijvoorbeeld dingen moest inleveren als student. Dus dat zijn denk ik de online dingen waar ik dan vooraf het meest ervaring mee had. Maar dat was toch altijd meer gericht op een combinatie van ter plekke in een hoorcollege of een werkgroep zitten en daarnaast dan wat online doen. Maar dat is wel nu wel anders geworden, ja. Ja, precies. Eerst had je het al over kennisclips. Kun je daar wat over vertellen? Ja, nou, wat we dan deden was vooral met onderwerpen die altijd moeilijk worden gevonden door studenten. Of die waarvan we weten dat die altijd vaker terugkomen, veel vragen over zijn. Bijvoorbeeld lastige arresten of zo. Dat we daar dan een clipje over op hebben genomen. Niet zoals nu hier op de bank, maar dan in een echte studio met flashy achtergrond en dat soort dingen. En illustraties. En daardoor hoefden we dan op die dingen niet meer extra of herhaaldelijk terug te komen in college of werkgroep. En had je weer tijd om dan iets te gaan doen met die kennis die dan al, als het goed is, door de student is opgedaan door dat filmpje erbij te pakken. Dus dat was eigenlijk al wel super, super nuttig en super leuk. En ook een voordeel dat je die natuurlijk ook meerdere jaren bijvoorbeeld kan gebruiken. Hè? Als het een klassiek arrest is waarvan je gewoon weet, nou, dit komt elk jaar terug, was dat eigenlijk een hele mooie manier om dat in te zetten. Ja, mooi. Maar daar komen nu dus de werkgroepen ook nog eens bij. Ja.
Ja, en nu hebben we... Ja, dat was eigenlijk bij dit vak waar het dan nu om gaat. Dat is een mastervak, goederenrecht verdiept. En daar hadden we toevallig al maar 3 hoorcolleges en dan 6 werkgroepen, waarin de studenten zelf met een fictieve casus aan de slag gingen en eigenlijk een soort van advocaat gingen spelen om in teams dan die casus op te lossen. Dus we hadden ook al heel veel verantwoordelijkheid bij de student gelegd om dan zelf het eerste deel van de werkgroep te leiden, als het ware. Dus zij moesten dan zelf ook de werkgroep beginnen en andere studenten gaan vertellen van, nou, dit is het probleem, we hebben dit onderzoek gedaan en we denken dat dit de oplossing is. En dan bestond de rest van de werkgroep uit het daar samen met z'n allen verder over praten. En dat kwam nu eigenlijk heel mooi uit, omdat we dus niet meer bij elkaar konden komen, maar die studenten wel al begonnen waren met de voorbereiding van zo'n werkgroep en een presentatie. En dat konden we nu dus heel makkelijk vertalen naar, nou ja, dan doen we die presentatie niet met z'n allen als we in één zaal zitten, maar dan gaat iedereen achter zijn eigen laptop. En dan doen we het via Skype. Eigenlijk net zoals je nu ook op een echt advocatenkantoor heel veel calls waarschijnlijk op afstand doet. Hebben we dat in de werkgroep ook gedaan. Dus dat werkte heel goed. Het was heel leuk. Ja, en eigenlijk op die manier ook een klein beetje voorbereiden op de praktijk al. En daar met alle calls bij advocatenkantoren. Precies, precies. Ja, dat is zeker het idee ook echt erachter. Ja. Ah, mooi. Jasper? Wat deed jij voor de crisis zoal al aan online learning? Ja, wij hadden voor het B1-vak internationaal recht, daar was van oudsher waren daar geen werkgroepen voor. En wij zijn gaandeweg zijn we dat gaan opbouwen. Maar we hebben niet de capaciteit om daar heel veel werkgroepen voor in te richten. Dus we hebben daar slechts 2 fysieke werkgroepen. En toen hebben we een derde werkgroep online daarnaast gezet. Die uitgaat van het idee dat studenten eerst zelf dus een werkgroepopdracht moeten maken, een casus. En dan kunnen zij naar een module op Brightspace waarin daarin de antwoorden komen. Maar om toegang te krijgen tot die module moeten zij eerst meer keuzevragen beantwoorden op basis van het boek. En dan moeten zij daar dan 6 van de 8 goed van hebben en dan komen ze in die module. En dan om dan toegang te krijgen tot die antwoorden zit er nog een tweede obstakel in. Dat ze een aantal oefeningetjes, en dat zijn gevarieerde oefeningetjes, invuloefeningetjes of begrippen koppelen. Gekoppeld aan de vragen in hun reader die ze dus van tevoren moeten maken. Die moeten ze dan dus maken en dan komen ze zo bij een uitleg. En dat zijn dan 6 vragen met dus 6 clipjes als toelichting. En het, die hebben we nu voor het tweede jaar achtereen is die ingezet. En ik word daar wel heel vrolijk van. In die zin dat studenten het volgens mij heel erg leuk vinden. Ze moeten er ook wel echt iets voor doen. Het is dus niet van kijk maar een clipje en consumeer. En het voordeel aan onze zijde is dat je dus 1 keer moet je investeren in zo'n clipje. Maar je kan hem, zoals Valerie net al zei, 2 of 3 of misschien zelfs 4 keer of 5 keer gewoon gebruiken. Dus je bespaart daarmee 25, 26 werkgroepen per jaar uit A2 uur. Dus dat, maar dat vergt dus wel een inspanning. Het is meer dan even wat opnemen of even live via Skype een werkgroep doen. Het is een hele andere manier. Maar wellicht iets voor ook in de toekomst als inderdaad het aantal werkgroepen fysiek minder wordt door de corona. Ja, en het werkt dus wel. Studenten zijn er positief over. Ja, ik hoor daar alleen maar positieve geluiden over. Ik heb geen zicht, omdat dat ook relatief weinig werkgroepen zijn voor dat vak, is er ook niks verplicht. Dus het is allemaal heel vrijblijvend. Ook zo'n werkgroep is dus niet verplicht. Het voordeel is ook dat studenten bijvoorbeeld gaandeweg de cyclus kunnen doen, maar ook nogmaals ter voorbereiding van het tentamen. Dus dat is volgens mij ook een voordeel dat ze hebben. Er zitten verschillende oefenmogelijkheden in. Dus mijn beeld, ik heb niks anders gehoord, alleen maar positieve geluiden. Dus dat voor studenten dit ook fijn werkt. Oké, mooi. Bjorn, jij had een casus ontwikkeld online. Als ik het goed heb, kun je daar wat over vertellen? Ja, we hebben bij het vak strafprocesrecht hebben wij een fictieve casus gecreëerd. Nou, we hebben vooral veel gebruik gemaakt van Brightspace. We hebben daar die casus die is begonnen met een persoon die is langs de weg gezet, die is stilgehouden en vervolgens begint die casus zich te ontwikkelen. En eigenlijk iedere keer, iedere week komt er informatie bij in de casus, waardoor die strafzaak uiteindelijk gaat lopen. Wat Brightspace wel nog mogelijk heeft gemaakt, of dat nu via Brightspace is of via een ander kanaal, dat maakt volgens mij ook niet eens zo heel veel uit, maar is dat er verschillende scenario's zich ontwikkelen.
Dus bijvoorbeeld de helft van de groep gaat aan de slag met scenario A, waarin bijvoorbeeld de aanhouding wel rechtmatig is. Het andere deel van de werkgroep gaat aan de slag met scenario B, waarin de aanhouding bijvoorbeeld daar wel niet rechtmatig is geweest. Wat we wel hebben gemerkt is dat het hele digitale onderwijs eromheen zien we wel echt als aanvulling op het reguliere onderwijs in de werkgroep. En, ja. Tenminste, ik denk dat dat voor de rest ook wel geldt. Bijvoorbeeld de kennisclips, daar maken we ook vrij veel gebruik van. Iedere werkgroep wel 1 of 2 kennisclips waarin bepaalde leerstukken worden uitgelegd. Ik denk dat dat wel handig is dat je bepaalde informatie al geeft. En dan hoef je die informatie in de werkgroep al niet meer te geven. Waardoor je in de werkgroep wel echt meer tijd overhoudt om aan de slag te gaan met oefenen. Om aan de slag te gaan met toch wel meer analyseren. Ik denk dat dat wel een heel mooie aanvulling is. Aan de andere kant is ook wel wat Valerie en Jasper net ook al zeiden. Met maken van een kennisclip is wel echt iets anders dan je gaat voor een camera staan en je gaat gewoon een verhaal houden. Je moet er wel ook gewoon goed over nadenken over wat vertel je wel, wat vertel je niet. Aan de andere kant maakt het dat ook wel heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. Om eens een keer wat anders te doen dan de reguliere werkgroep. Ja, is dat lastig, dat afstemmen tussen het fysieke onderwijs en het digitale onderwijs? Ik weet niet of het lastig is. Het is aanpassen, het is een manier van werken. En vooral ook willen, denk ik. Oké, hoe is dat voor jou, Imke? Ja, ik herken me heel erg in de verhalen die ik net al hoorde, inderdaad. Wat wij dus weer hebben gedaan is ook met name ondersteunend naast het reguliere onderwijs. Daarbij hebben we ook gebruik gemaakt van die kennisclips. Nou, ook zo'n e-learning module, zo'n kennisquiz. Met name voor het B2, zodat ze hun eigen kennis op een gegeven moment kunnen testen. Van, zit ik op het juiste niveau? Welke onderwerpen dien ik nog meer aandacht aan te besteden? En wat we daarnaast hebben gedaan, dat was met name in de Masterfast, daar hebben wij gebruik gemaakt van de app Train Tool. Nou, dat is een applicatie die het eigenlijk heel eenvoudig maakt voor studenten om zichzelf eens op te nemen. Dus wij hadden ze de opdracht gegeven, waren voor elke week een stelling die hoort bij het onderwerp dat in die week werd besproken. En dan moest een deel van de studenten moest ten aanzien van die stelling een betoog houden. Dus ze moesten kijken wat zijn nou argumenten tegen, argumenten voor en uiteindelijk ook een standpunt innemen. En dat in 5 minuten. Nou, ik denk dat zo'n applicatie echt wel iets toevoegt aan het reguliere onderwijs. Omdat je studenten zo dwingt om echt met mondelinge vaardigheden aan de slag te gaan. Nou, doordat ze het opnemen, kunnen ze ook zichzelf terugkijken. Ik denk dat dat ook heel zinvol is. Dat je zelf het ziet, hoe kom ik over? Hoe kan ik mezelf uitdrukken? Wat kan beter? Een voordeel wat in die app zit, is ook dat studenten op elkaar kunnen reageren. Dus ze moesten op een gegeven moment ook een eigen filmpje voorleggen aan een kleine groep andere studenten. Die studenten moesten dan feedback geven op dat filmpje. En zo zijn ze ook met elkaar bezig met die inhoud. Maar daarnaast ook met mondelinge vaardigheden. Dus dat, ik vond die applicatie, die is wel echt heel, die voegt wel echt iets toe. Studenten reageerden er ook heel positief op. Maar ja, wat ik zeg, het is wel met name ondersteunend. Of het was tot dusver ondersteunend. Ja, en nu door het virus zijn we wel genoodzaakt om al het onderwijs anders in te richten. En inderdaad ook die werkgroepen digitaal vorm te gaan geven. Ja. Ja, als ik jullie allemaal zo hoor, is het eigenlijk van ondersteunend naar nu digitaal leidend gegaan. Ja. Hoe is dat voor jullie? Kunnen jullie wel heel beginnen? Ja. Jij mij ook wel. Nee, dat is natuurlijk wel een omschakeling. Normaal heb je contact met de studenten tijdens de werkgroep. Je hebt oogcontact met elkaar. En ik vind dat wel een hele verandering. Dat mis je nu in de huidige of de digitale werkgroep. Wij maken dan gebruik van virtual classroom. Nou ja, en dan, studenten zitten er wel. Studenten kunnen natuurlijk via de chatfunctie vragen stellen. Maar als jij iets aan het vertellen bent, je kunt geen oogcontact maken met de studenten. En daardoor is het gewoon heel lastig om te bepalen, begrijpen ze het nu? Of moet ik het nog een keer op een andere manier vertellen? En ik denk dat dat het lastigste is. En daardoor heb je soms het gevoel dat je onnodig herhaalt. Maar je weet ook eigenlijk niet zo goed of je nog iets... Of je het nog een keer moet vertellen of niet. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is.
En zijn studenten echt, want ik heb zelf nog in werkgroepen gegeven, wel inloopuurtjes met studenten, maar zijn studenten echt bereid om iets te zeggen? Mijn indruk is toch een beetje dat sommige studenten huiverig zijn om hun camera aan te zetten en iets te zeggen. Dus dat de interactie ook beperkter is. Of is dat niet waar? Wij doen interactie alleen via de chatfunctie, om het op die manier wel een beetje gecontroleerd te houden. Er zitten toch 20 studenten in zijn classroom. En er worden wel echt wel vragen gesteld en ook echt wel goede vragen. Maar ik denk dat daar ook het gevaar zit. Dat studenten die het minder goed begrijpen of zo op zich misschien niet durven te laten horen. En niet een vraag durven te stellen in die chatfunctie. Maar het is meer vragen stellen en dan ben jij als docent aan het woord. Het is dus niet zo dat je zegt, oké, we hebben nu vraag 1. Ik wil van student X horen wat hij had. Nee, dat is wel heel lastig. Met name omdat die groepen denk ik vrij groot zijn. Weet je, als dit langer duurt, nu was het onderwijs hierop ingericht. En hadden we gewoon 3 werkgroepen van ruim 20 studenten. En 3 parallele werkgroepen. Als dit langer duurt, dan moet je denk ik die werkgroepen kleiner maken. En dan moet je meer contactmomenten. En dan kun je dat wel doen, denk ik. Maar nu is dat vrij lastig. Maar ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Ja, Bjorn, jij wilde volgens mij net daar ook al op reageren. Hoe zie jij dat bijvoorbeeld? Nou ja, wat wij gemerkt hebben in ieder geval bij ons. Omdat de aanwezigheidsplicht nu niet geldt, betekent dat de studenten die wel inschakelen, over het algemeen, tenminste dat is onze ervaring, wel gemotiveerd zijn om wel echt wat te doen. Dus zelfs al probeer je een werkgroep op een soort van reguliere manier te geven, maar dan via onderwijs op afstand, is onze ervaring dat de studenten over het algemeen echt wel gemotiveerd zijn, juist ook om iets te zeggen en ook hun mening te geven. En dat is dat af en toe inderdaad wel lastig om dan, eigenlijk wat we nu ook doen, op sommige momenten eigenlijk tegen een zwarte camera aan te kijken. En aan te kijken van, reageert überhaupt iemand wel, komt dit aan? Dat is inderdaad wel lastiger. Maar aan de andere kant, je krijgt echt wel, tenminste bij ons krijgen we echt wel reactie op dingen die we zeggen of dingen die we doen. Juist omdat de studenten die nu deelnemen toch wel gemotiveerd zijn. Ja, dat denk ik dus ook wel. Maar je ziet niet, ik kan me voorstellen dat er ook nog studenten zijn die niet reageren. En in een werkgroep heb je dat natuurlijk ook altijd. Maar dan zie je dat gebeuren en dan kun je diegene aan het woord laten. En dat mis ik nu wel, of dat je het oogcontact mist. Maar laten jullie studenten in de camera reageren of gaat dat schriftelijk? Nee, met de camera aan. Ik laat ze met de camera aan reageren. En ik vraag ook vaak van, goh, wil jij wat zeggen? Dan zet de camera aan. Maar ook als ik jou aanwijs om bijvoorbeeld een antwoord te geven. Of zoals gisteren met de oefenrechtbank. Dan zeg ik ook gewoon, zet de camera aan. Want het is ook voor de rest, voor de overige studenten die wel wat aan het vertellen zijn, die kijken natuurlijk ook tegen een zwart scherm aan. Dus het is ook het gevoel, denk ik, dat je niet alleen tegen een scherm aanpraat, maar ook tegen andere studenten aanpraat. En dat zij ook kunnen reageren. En dat zij ook luisteren. Oh, daar viel de camera even om. Zal maar later gaan gebeuren. Ik denk dat dat overigens ook nog wel belangrijk is om in de gaten te houden van hoe waarborgen nou dat je. Het is niet alleen voor ons wat lastiger hè, als docent om te zorgen landt het bij de studenten, maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om het soort van gemeenschapsgevoel te behouden van. We zitten met z'n allen in één werkgroep en we moeten het met elkaar doen. Ik denk dat het echt wel belangrijk blijft om toch ook het contact tussen die studenten onderling ook fysiek gewoon te houden. Dat je ervaart van we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. En we zijn met z'n allen aan één taak bezig. Ja. Valerie, hoe is dat bij jou bijvoorbeeld? Hoe is die interactiviteit met de studenten? Dat was dus. Het is een beetje misschien anders dan bij jullie situaties, omdat bij ons is al in de planning zat dat de studenten eigenlijk zelf als team van 4, 5, 6 studenten de eerste 3 kwartier helemaal zou verzorgen. Dat doen ze ook. Dus dan heb je in ieder geval al 3 kwartier dat studenten zelf met elkaar aan het woord zijn. En dan zijn dat soms nog steeds wel, zeg maar, losse presentaties van 10 minuten. Maar ik denk dat dat ook al wel helpt voor andere studenten om misschien makkelijker een vraag te stellen of zo. Hè. Dat verlaagt de drempel al misschien wel ten opzichte van wanneer alleen een docent wat aan het vertellen is. Maar je merkt natuurlijk wel dat normaal in die werkgroepen doen we in de tweede helft of derde helft, dat zijn werkgroepen van 3 uur,
Doen we meer echt discussie in groepjes bijvoorbeeld ook. Hè? Of dan delen we op in groepjes om allemaal naar specifiek punten te kijken en daar dieper op in te gaan. En ja, dat doen we nu dan niet, omdat dat wat lastiger is. En ja, je krijgt dus. Het is moeilijker, vind ik, om een discussie echt te krijgen. Omdat je dus als docent wat meer aan het zenden bent misschien. En ook wat Imke zegt. Het is ook lastig om te checken, is het nou echt geland wat ik zeg? Lastiger dan wanneer je normaal mensen echt aankijkt. En omdat je wij hebben dan een groep van 30, 35 mensen. Ja, dat is ook gewoon te veel om allemaal in één keer in beeld te hebben. Dus kijk, nu zitten we met een redelijk kleine groep. Dan kan ik nog in ieder geval zien of jullie begrijpen wat ik zeg. Maar als het er zoveel zijn, die zijn niet allemaal tegelijk op je scherm. Dan is dat heel moeilijk. En ik hoorde, en daar ben ik dan wel benieuwd naar, dat je via Brightspace in die virtual classrooms wel studenten ook soort van kan opsplitsen in subgroepen. Dus daar ben ik dan eigenlijk wel benieuwd naar of een van jullie daarvan al ervaring mee heeft opgedaan. Want dat zou dan misschien ook deels een oplossing zijn om weer meer discussie te krijgen in kleinere groepjes. En op die manier ook interactie te bereiken. Is er al iemand die daar ervaring mee heeft? Nee, ik heb ook het bestaan gezien, maar wij hebben er nog geen gebruik van gemaakt. En een andere functie waarvan ik heb gehoord is zo'n poll-functie. Dus, is dat iets wat helpt? Of? Ja, dat is wel. Dat hebben we wel gebruikt. En dat is wel een leuke manier om even studenten er weer bij te betrekken. Weet je. Dus ze moeten op dat moment even een vraag beantwoorden. Een nadeel is wel dat het ook meer keuzevragen zijn. Dus het leent zich minder goed om echt te oefenen met het redeneren en het opbouwen van een betoog. En het mondeling uitdrukken natuurlijk. Maar het is wel, je gaat even na, zijn ze er nog, doen ze nog mee, letten ze op. En je dwingt ze op dat moment wel om echt actief na te denken. En over het algemeen reageren ze echt allemaal op die polls. Heb je wel een hoge score, dus dat is wel, ja. Oké, dus als ik het zo hoor, is eigenlijk interactiviteit is het grootste probleem wat je nu hebt met onderwijs op afstand. Hoe denken jullie dat bijvoorbeeld werkt voor een hoorcollege, waarin je dus eigenlijk gewoon een hele grote zaal normaaliter probeert te enthousiasmeren. Kan dat via online onderwijs, denken jullie? Ik zie twijfelende blikken, dus ik denk het niet. Ja, ik denk dat enthousiasmeren, het doel van zeker, en dan, ik geef nu voor het tweede jaar hoorcolleges in de B1, en dat is natuurlijk veel meer het prikkelen van studenten, het warm maken voor, zeker in mijn vakgebied, internationaal en Europees recht, er zit ook toch iets bij van, je hoopt dat ze dan de Bachelor European Law School gaan doen. Het is ook een soort, geen entertainment, maar in ieder geval het leuk aanbieden van stof. Ik denk dat de drempel wel hoger wordt als studenten dat thuis doen. Maar dan nog kan je denk ik, misschien niet zozeer in een weblecture die opgenomen wordt en die studenten altijd kunnen terugzien. Maar als je zegt van, nou ja, ik geef het college op dit moment en studenten die schakelen live in. Je kan nog steeds wel bepaalde tools inzetten die ik ook nu in hoorcolleges gebruik, zoals Kahoot. Ik heb het nog niet gedaan op deze manier, maar ik kan me voorstellen dat dat wel degelijk werkt. Dus dat werkt een beetje als die poll-functie die Imke net beschreef. Ja. Dus je kan daarmee kan je natuurlijk en ook meningen peilen, Kahoot-quizjes, dat soort dingen kan natuurlijk. Dus je hebt eigenlijk andere middelen nodig om het interessant te houden voor zo'n poll. Maar goed, ik merk voor jezelf is het natuurlijk als docent. Ik heb nu een aantal keren een responsiecollege of een ander clipje opgenomen. Dan sta je daar alleen in een lege zaal. En dat werkt voor jezelf natuurlijk ook. Ja, je gaat er niet wat vrolijker, uitbundiger staan, zoals je normaal in een grote zaal staat. Dus dat maakt het voor jezelf natuurlijk ook wel lastig. Het vergt nog wel een klein beetje acteertalent dus, misschien nog om het leuk te maken. Ja. Nou ja, gisteren moest ik dus een responsiecollege opnemen en ik dacht dat er geen student was, maar het stond toevallig in het rooster. Dus er was één student komen opdagen. Daar schrok ik een beetje van, maar die zat daar wel. Maar in zekere zin was het fijn dat die daar zat. Want ik had in ieder geval iemand om, die knikte af en toe en die lachte af en toe. Dus ik dacht, oké, nou ja, prima. Dus misschien moeten we toch een soort van student-dummies in die zaaltjes zetten. Bij de opname. Oké, nou, student-dummies, wie weet. Dat is misschien wel een goed idee. Wat denken jullie dat het online onderwijs nodig heeft om ook dus in de toekomst van waarde te blijven zijn? Interactiviteit is dus een probleem. Zijn er nog meer dingen die jullie graag zullen willen verbeteren om het ook echt goed aan te kunnen bieden aan studenten? Nou ja, ik denk een beetje wat geldt voor het onderwijs in het algemeen, wat Imke ook al noemde. Kleinere groepen natuurlijk, dat is toch wel essentieel. Ja. Want ik moet zelf zeggen dat ook, ik heb een beetje moeilijke verhouding met hoorcolleges heb.
Ik vind ze vaak veel te lang en ja, de groepen zijn veel te groot. Dat is ook het idee van een hoorcollege natuurlijk. Maar dat ik vaak denk van ja, wat bereiken we hier nou eigenlijk mee? Hè? Want mensen hebben vaak de ervaring dat ze heel veel kennis opdoen in een hoorcollege. Maar er schijnt het onderzoek te blijken dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Plus willen we nou echt kennis overbrengen? Want dat kan je ook boeken halen vaak. Hè? Het hangt een beetje ook van je persoon af. Vind je het fijn om te luisteren of te kijken of te lezen? Maar uiteindelijk willen we volgens mij ook wel meer dan alleen kennis overbrengen. En vooral ook dingen oefenen en wat net al werd genoemd. Analyseren, discussiëren, beargumenteren, een mening vormen over iets, kritisch zijn. En dat is toch vooral ook iets wat studenten zelf moeten oefenen. Dus ik ben heel erg voor studenten zelf dat laten ervaren en aan het werk zetten. En dat kan denk ik ook prima online. Maar inderdaad, ik denk wel dat interactie is daarvoor wel essentieel. Dat studenten ook zelf zich geroepen voelen om een vraag te stellen of mee te denken of mee te doen. En kleine groepen helpt daarbij. Ik denk ook, er zullen heus wel manieren zijn om het ook met een groep van 30 te doen. Bijvoorbeeld dus opdrachten te geven of presenteer iets of ga in kleine groepjes uiteen of zo. Maar ja, dat is ook technisch dan eventjes puzzelen van hoe kunnen we dat het makkelijkste doen. Dus ik denk dat voor de toekomst nog wel veel kan betekenen. Maar ik moet ook zeggen, ik ben wel heel optimistisch hoor, over online onderwijs. Want ik hoorde ook van studenten terug dat ze bijvoorbeeld dat vak, waar ik het dus nu de hele tijd over heb, omdat dat net gegeven is, wat we eigenlijk gewoon verplaatst hebben naar online. Dat ze dat hartstikke leuk vonden en heel goed vonden werken. En ook toch waardeerden dat er wel iets van interactie was, doordat studenten zelf presenteren en ze ook wel vragen stellen in het deel daarna. Dus studenten waardeerden dat wel. Ik heb ook aan ze gevraagd. Ben ik wel benieuwd naar of ze nog wat meer feedback willen geven. En ik denk dat we misschien wel meer in algemeenheid zouden moeten evalueren. Nu zijn we allemaal noodgedwongen een beetje overgestapt op allerlei verschillende maniertjes. En iedereen heeft het weer anders gedaan. Ja. Wat kunnen we daar nou uit leren? En als je dat afzet tegen, kijk, nu hadden we ook geen keus. Hè? Dus het moest eventjes zo. Maar stel dat je nou wel een keus hebt. Zou je het dan weer zo doen? Of misschien niet. Of misschien zeggen ze dit wel van juist van ja, super fijn. Weet je wel, ik vond het veel, veel beter werken of zo. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik denk dat dat ook wel heel interessant zou zijn om breed te evalueren wat studenten ervan vinden. En ja, ook wat docenten ervan vinden natuurlijk. Maar ja, dat. Dus ik ben wel positief over online onderwijs. Alleen, ja, ik denk niet dat het helemaal het fysiek met elkaar in een zaal aanwezig zijn kan vervangen, zoals net ook al even werd besproken. Maar het kan zeker denk ik een mooie aanvulling zijn. Ja, dus eigenlijk zoals jullie het nu ook gebruiken als aanvulling op het fysieke onderwijs. Ja. Ik denk ook dat je in aanvulling erop zou het natuurlijk leuk zijn om ook studenten in kleine groepjes digitaal nog contact met elkaar te laten hebben of iets. Maar dan is het echt nog naast de werkgroepen voor de toekomst, hoop ik in ieder geval. En bij hoorcollege, ik snap wel wat Valerie zegt, ten aanzien van de interactiviteit en het studenten zelf laten doen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar die functie die ik net ook terug hoorde bij Jasper, dat enthousiasmeren en dat die passie overbrengen op studenten een beetje prikkelen. Dat is natuurlijk wel een belangrijke functie, denk ik, ook van het hoorcollege. En ik vraag me af of je dat digitaal net zo goed kunt doen als in het echt. Dus ik zie die hoorcolleges, als je dat inderdaad digitaal gaat doen, ja, dan valt die functie misschien een beetje weg. Ja, en ja. Dan sluit ik me helemaal aan bij Valerie van wat is dan nog de toegevoegde waarde daarvan. Dan duurt het inderdaad veel te lang, dan is het heel moeilijk om studenten erbij te houden. Dus ik zou dat toch niet digitaal gaan doen, maar gewoon lekker in die grote collegezaal houden. Ja. Zijn er tools waarvan jullie denken van, ik ben er nu achter gekomen dat dit heel erg goed werkt, dit zouden we eigenlijk over de hele universiteit moeten gebruiken? Waar je nu toevallig eigenlijk door de noodsituatie waar we nu in zitten, waardoor je denkt van, nou, dit is eigenlijk wel heel fijn, dit moeten we meer doen? Nee, ja, wat ik in het begin al zei, ik vind Train2 wel een hele fijne app, maar ik ben geen voorstander van dat iedereen dat moet gaan gebruiken, want dan is het natuurlijk ook, het is juist mooi dat je vakken anders inricht en ieder vak weer iets anders doet, waarmee andere vaardigheden worden geoefend, denk ik. Ja. Oké, maar conclusie dus, online onderwijs is heel fijn en heel goed, maar het zal het fysieke onderwijs nooit één op één vervangen. Maar allemaal instemmend geklikt. Ja, terwijl ik me ook wel afvraag of dat niet ook ligt aan onze skills. Hè? Want ik heb ook wel eens gewoon in mijn vrije tijd online cursussen en dingen gevolgd.
Maar die zijn daar ook natuurlijk echt helemaal op ingericht. En wij moeten nu nog allemaal een beetje leren. Dus het is natuurlijk best wel denkbaar dat als je ook, net als met kennisclipjes, weet je, je gaat er speciaal voor zitten en je maakt echt iets wat is gemaakt om op die manier bekeken te worden. En ook met jullie, bij Imke, jullie, hoe heet dat, e-learning, zeg maar. Hè? Dat maak je ook speciaal daarvoor. Dus ik denk, stel dat we dat zouden beslissen, we nemen daar één keer goed de tijd voor. We gaan daarvoor zitten. We denken helemaal van A tot Z uit hoe je dat zo goed mogelijk zou kunnen doen. Met interactie, met enthousiasmering. Ik denk wel dat het theorie mogelijk is. Dus alleen het vergt natuurlijk wel een hele grote tijdsinvestering om het op een goede manier te doen. Dus en dat merk je nu natuurlijk ook. Nu moeten we het allemaal een beetje ad hoc overschakelen en loop je tegen die dingen aan. Maar ik denk wel dat ook dat enthousiasmeren bijvoorbeeld wel kan. Als je gewoon een heel interessant, kort kennisclipje, maar dan geen kennisclipje, maar enthousiasmeclipje neerzet, hè, dan met een hele enthousiaste docent. Het kan denk ik wel, maar je moet niet het dan proberen blijven vasthouden aan de huidige vorm van 2 keer 3 kwartier een eenzijdig verhaal, want dan wordt het online denk ik wel nog moeilijker dan het al in real life is. Dus ik denk, daar valt echt nog wel ook winst te behalen als we hiermee door zouden willen of moeten gaan. Ja, dat is een goed punt. Dat zet mij inderdaad aan het denken van, je hebt voor artsen, maar ook inderdaad voor advocaten vanuit het CPO, inderdaad van die nascholing en dingen, meer van die webinars, dat je inderdaad van dat soort colleges hebt, waarbij je op een gegeven moment ook vragen in beeld krijgt en die moet je dan beantwoorden. En het biedt natuurlijk dat, je kan daardoor eigenlijk de hoorcolleges die we nu hebben eigenlijk interactiever maken. En dan vervaagt misschien het onderscheid tussen hoorcolleges en werkgroepen meer. Ja, dat ook. Om daarbij te denken, of in ieder geval te onderzoeken, welke mogelijkheden zijn er überhaupt? Hè? Ik denk dat binnen heel veel verschillende secties gebeuren veel verschillende dingen. Dus ik denk dat er qua techniek echt nog wel heel veel meer dingen mogelijk zijn dan dat wij nu denken, denk ik zo. En ten tweede is ook denk ik belangrijk om wel in het oog te houden van wat werkt er nu überhaupt en waarom doen we dit? Ik denk als we dat dan doen, dan denk ik inderdaad, net zoals Valerie, dat we wel met online onderwijs echt heel veel meer kunnen doen dan dat we nu doen. Ja, en daar is dan de huidige situatie waar we in zitten misschien wel een goede katalysator om daar eens over te beginnen met nadenken. Ja. Want het biedt ook voordelen, hè, online. Het maakt ook dingen makkelijker die je anders misschien minder snel doet. Als je het hebt over enthousiasmeren of voor studenten is het ook heel belangrijk om de nut in te zien van wat ze aan het doen zijn. Je kan misschien wel online nog veel makkelijker bijvoorbeeld praktijkmensen erbij halen of een keer filmen en volgen en laten zien wat die de hele dag doen. En op die manier bijvoorbeeld studenten enthousiasmeren om de stof in te duiken. Wat normaal misschien ingewikkelder is als je iemand moet vragen om helemaal naar Nijmegen te komen voor een heel uitgebreid college en dat moet helemaal voorbereid worden. Terwijl wij zouden ook kunnen zeggen, nou, wij gaan zelf een keer op bezoek bij een advocaatkantoor en filmen wat dingetjes. En dat, hè, dat inspireert en motiveert studenten misschien ook weer. Of we filmen een zitting of dus van alles te verzinnen. Dus ik denk dat het ook wel weer kansen biedt die we nog niet gebruiken of die we ook misschien nog niet zien. Omdat we zelf natuurlijk ook nog heel erg in dat standaard riedeltje zitten van een hoorcollege werkgroep. Dus daar zouden we ook nog wel over kunnen brainstormen, denk ik. Oké. Iemand die daar nog iets op wil aanvullen? Nee, goed punt. Dat is zeker waar, denk ik. Het feit blijft wel dat je wel die interactie tussen studenten wil behouden, denk ik. Maar dat is iets. Je zou wel meer digitaal kunnen doen, daar ben ik met je eens. En er zitten heel veel mogelijkheden nog waar wij misschien nog geen weet van hebben. Nee. Oké. Misschien een afsluitende vraag. Als jullie kijken naar over een jaar of 5, hoeveel procent van het onderwijs denken jullie dat er digitaal wordt aangeboden? Ja, ik hoop dat we over 5 jaar weer helemaal terug zijn. Kijk, over een jaar zal het misschien nog meer dan 50% zijn. En dan zal je in een situatie zitten waarbij werkgroepen zoals we die nu hebben inderdaad fysiek veel kleiner moeten zijn vanwege die 1,5 meter. Over 5 jaar hoop ik dat we weer in de situatie zitten van voor corona. Ja. En misschien nog iets meer online ter ondersteuning en ter verdieping en aanvulling, denk ik. Maar vooral in tegenstelling tot nu hoop je dus eigenlijk weer dat je toch ook weer een groot gedeelte op fysieke wijze kan doen. Zeker. Ja, daar doe je het voor. Nou, lijkt me een mooie afsluiter van dit gesprek. Iedereen hartelijk dank hiervoor.
En ja, ik hoop dat we snel hieruit komen uit deze situatie. Dat we elkaar inderdaad weer op de faculteit mogen treffen. Dankjewel. Yes, graag gedaan. Dankjewel. Ook bedankt.